Hamer heeft gisteren duo-gesprekken gevoerd. Dus tegen Polen bij elkaar aan tafel gezet. Leiders die juist niet graag met elkaar samenwerken. En ja, voor de voetbalman aan tafel, er werden al vergelijkingen met het voetbal gemaakt over pittige spelrondes en de pool des doods. Maar goed, Hoekstra van het CDA bijvoorbeeld, die moest met Klaver van GroenLinks aan tafel. Kaag van D66 met Segers. En dan van de ChristenUnie is die natuurlijk. En tot slot Rutte van de VVD met Ploemen van de PvdA. Ja, en als het de bedoeling was van informateur Hamer om ze dichter tot elkaar te brengen, dan is toch wel de conclusie dat dat nog niet heel erg gelukt is. Sigrid Kaag verscheen voor de camera's van Nieuwsuur en koos toch wel opvallende woorden om te beschrijven dat de nieuwe samenwerking met ChristenUnie er absoluut niet in zit. Nee, een auto die je parkeert, die gaat ook roesten als je niet rijdt. We moeten voortgang boeken. Bent u dan een geparkeerde auto? Zo voel ik dat niet, omdat ik ook geen stilstand wil bij medisch-ethische onderwerpen. Maar als je zoekt naar een motorblok en dan een geparkeerde auto treft? Ja, dan zou ik nog een stukje doorrijden. Dan zou ik nog even op zoek gaan naar een beter functionerende auto. Och, yep. Wat een metaforen weer. Oh. Oké, zijn we iets opgeschoten naar aanleiding van die moeilijke duo's die bij elkaar kwamen? Nou, gisteren werd de aandacht op een gegeven moment natuurlijk een beetje afgeleid door Pieter Omtzigt. Maar de tussenstand gisteren die we hoorden, voordat het zover was met Omtzigt, was niet. Muurvast is iets wat ik voorbij hoorde komen. Ook wel frustratie langzamerhand, zelfs ook bij de informateur. Die ook het idee heeft van ja, als niemand ooit over zijn eigen schaduw heen wil springen, dan wordt het nooit wat. En over die memo van Omtzigt, kan het CDA überhaupt nog in een coalitie? Of moeten zij gewoon nu hun eigen partijen eens even op orde gaan krijgen? Nou, gewoon officieel, nu is Omtzigt geen onderdeel van de CDA-fractie en heeft Wopke Hoekstra het mandaat van alle 15 Kamerleden van het CDA om te onderhandelen. Ik weet niet of dat ineens verandert op het moment dat bijvoorbeeld Omtzigt morgen terug zou zijn, wat niet gebeurt overigens. Maar er is wel twijfel natuurlijk bij andere partijen over hoe stabiel dat CDA is. Hè? Want als je ziet hoe men daar achter de schermen dan kennelijk met elkaar is omgegaan en hoe men ook hoe elke keer Omtzigt toch een onzekere factor blijft. Ja. Ja, dat is voor andere partijen ook wel een reden zijn om te zeggen, ja, wij durven dat niet aan. He, waar CDA en VVD grote vrees hebben voor de stabiliteit van GroenLinks. GroenLinks is wat stabieler momenteel dan het CDA. Dus dat verwijt of dat argument kan je bijna niet meer aandragen met goed fatsoen als je nu een CDA bent. We gaan door.